just looking, baby. To me, it's hard to tell what you really want. Quit acting mean to me, you're teasing me the way you flaunt. But you ain't hearing me sincerely, I'm so attracted. Pictures of target practice, make your love on the mattress. Visions getting graphic, so realistic you can grab it. It's a proof of fact, baby, gotta have it. My love make it quite magic. Tricks is for kids, bunny rabbit, let a man have it. Bet you be satisfied if you try my habit. High performance, hard to handle. Naked in the bubble bath while I'm burning candles. Sex me like the slow song. If fucking you was bad, baby, then I'm so wrong. Hele goedemiddag mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog van Spankenhoofd. Het is fijn dat je kijkt, begin niet te liken, te subscriben en abonneren. We gaan vandaag naar de pannenkoekenboot. Vandaag hebben we een pannenkoekenvlog. Wacht even, mijn camera vegen hoor. Ik ben met Guus en twee andere matties van hem. Guus is een goede broeder van mij. Hij heeft me Vespa in het verleden, dus helemaal getuned. Onder andere bij Fast & Furious Scooters en Alphen aan de Rijn. Dus eigenlijk zie je hem daar al. We gaan genieten, maar ik neem je mee. Wat is de activiteit? Vandaag onbeperkt pannenkoeken eten. 75 minuten lang. Onbeperkt. Dus ik neem je gewoon mee door de hele rondes. Vandaag naar Crazy Sexy Cool Festival. Ik hoop dat je geniet. Yes? Veel plezier. Dit is de pannenkoekenboot. Neem je mee. Neem je mee. Hele ervaring. Let's go. Guus en Sof zit erboven. Dus ik neem je mee. Zo, daar zitten ze dan hoor. Hoe is het dan? Ja, goed man, met jou? Ontspannen? Ja, oh, lekker, lekker, zien, lekker. Ja, maar echt hoor. Zo, eerste ronde. Thanks, thanks, thanks. Gaan we de pannenkoeken halen. Ronde 1. Neem je mee, we gaan echt los. Ik heb hem niet gegeten. Dus ik ben benieuwd. Verschillende toppings hebben ze. Het is ook leuk om een keertje voor jou om een keertje te pakken. Of ik kan zelf met mij mee, laat maar even weten. Maar we hebben alles op de toppings, ik laat je zien. Je kan kiezen appel, naturel of spek. We gaan even gek doen, even gek doen. Zo, iedereen heeft zijn pannenkoek, iedereen ready, biertje erbij. Oh ja, even proosten, ja. Mamen! Proost, man. Proost, eet smakelijk. Ook in Amsterdam mensen, grote cruise ships, zoals je hier ziet. Nou, even speed, eerste ronde zit er doorheen, die was lekker. Weet je wat het lekker is met deze pannenkoeken? Het is niet te dun, maar ook niet te dik. Het is gewoon precies goed gebakken, dus dat vind ik gewoon lekker. Dus ja, ronde 1, we kunnen nog wel 5 of 6 doorheen, misschien wel 7. We gaan even kijken hoe het lichaam aanvoelt, weet je. Een dag na festival even bijkomen, even ontspannen. Gisteren ging het wat minder, dus we gaan gewoon weer even lekker oppakken. Maar ik zou dit zeker aanraden om te doen, uiteraard. Ik weet niet van jullie hoor mannen, maar ik voel hem nu al een beetje in mijn buik. Na die derde. Gaan jullie nog door? Ja, ja. Ik kan nog wel, misschien nog max 2 of zo, dan is het wel klaar voor mij. Dat is wel groot. Vorige keer. Ja. Ronde 5 alweer. Even kijken, ik voel hem nu al.
Een naturelletje erbij. Dit wordt waarschijnlijk mijn laatste pannenkoek. Om af te leren, gewoon bond maken. Alles op de toppings erop. Alles. Om het helemaal af te leren. Wat een na-effect ook. De buik is gewoon echt vol, kan geen eten meer zien, helemaal niks. Ik ben echt klaar man, voor de dag. Misschien nog om 8 uur, 9 uur iets kleins, maar het zit goed voor nu man. Rustig aan man. Leuk dat jullie er waren. Sowieso volgende keer weer dingen ondernemen man. Coach me gewoon, laat me gewoon weten man. Ik ben helemaal down. Zeker. Rustig aan man, leuk dat je er was. Later man. Rustig. We houden contact, ja? Helemaal goed. Yes, later man. Zo, dan gaan wij terug. Ik zit erop mensen. En ja, we gaan nog gewoon klemmen man. Gewoon weer terug naar Amsterdam. Oost. Om weer door te gaan. Yes mensen, dat was de vlog van de pannenkoekenboot. Ik hoop dat je hebt genoten. Ik was met Guus en met de mannen. Het waren niet twee mannen, het waren vier mannen in totaal. Inclusief mezelf maken we er 5 van. Dus ik hoop dat je hebt genoten. Het was weer een leuke puikenvlog. We hebben weer lekker gegeten, maag vol. Helemaal goed, helemaal prima. Je dacht niet dat ik de video zou afsluiten zonder te zeggen, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja, maar je weet wat ze zeggen in de velden. Je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden man. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden man. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden man. Je weet wat ze zeggen in de velden. En natuurlijk Romeo, backup in the back. Standaard procedure, je gaat dit elke vlog horen. Backup in the back. Backup in the back, you don't know nothing. Hou op man. Romeo, backup in the back. Backup in the back. Oké dan. Ik zie je. Romeo, backup in the back. Backup in the back. I see you. Het hoort er gewoon bij, dat moet je gewoon weten. Moet er ingestampt bij jou zijn. Met de paplepel moet ingegoten zijn. Weet je, dat als ik je 5 jaar later vraag, wat is de procedure? Dat je het gewoon direct herhaalt zonder wat te vertellen. Zonder na te denken. Snap je? Dus ja, nogmaals bedankt voor het kijken. Like en subscribe. Ik zie je bij de eerstvolgende vlog. Waarschijnlijk wordt dat de festivalvlog. Je weet het niet met mij. Het zal me niks verbazen. Komend weekend hebben we weer genoeg projecten. Dus je weet hoe die dingen gaan. Dus ja, nogmaals bedankt voor het kijken. Ik zie je bij de eerstvolgende vlog. Ciao. En trouwens, voordat ik afsluit. Wil je een keer mee naar met zo'n activiteit. Pannenkoekenboot of wat dan ook. Of een activiteit in mijn vlog. Laat gewoon een reactie achter onder mijn YouTube video of kanaal. En laat gewoon een reactie achter op mijn Insta. Volg me op Instagram, sowieso doen. Daar ben ik het meest actief op. Laat gewoon een reactie achter, dan gaan we het laten lukken. Weet je, dan maken we een grote groep van gauw met z'n allen. Ik ben de afgelissen uit, dus laat maar weten, ja? Dan schroom niet om me te contacteren. Gewoon doen. Ciao.